met jullie? Hoi. Goed ontbijten? Prima. Wat heb je gegeten? Tweede best. Nou, maar hoe is het vandaag? Chelsea, goeiemorgen. Ja, zij doet ijsdansen. Dus dat betekent dat zij met een andere partner eigenlijk een dans op het ijs doet. En om daarvoor te bereiden in Nederland kunnen ze dat niet. Niet genoeg coaching, niet genoeg niveau, zeg maar. Dus dan hebben ze gezegd, oké, de coach in Finland die wilde dat wel doen. En is geregeld dat ze naar Finland konden reizen. Was onze doelstelling steeds om het EK te halen. En dat hebben we eigenlijk op het hele seizoen wel gehouden. Totdat we op een gegeven moment al de helft van de WK-score al gehaald. En toen werd het toch wel mogelijk, of zagen we het mogelijk, dat we ook de complete WK-score zouden willen halen. Maar nog steeds was het boven voldoende. We zijn vooral trots in het doorzettingsvermogen van hun, dat ze een weg weten te vinden samen. Want dat is natuurlijk moeilijk, want ze zijn geen paar of zo. Ze zijn gewoon echt samengekomen om dit te gaan doen. Dus, en het is heel hard werken en dat ze daarnaast ook nog haar studie doet. En de uitleg is eigenlijk van, het is knap dat je alles haalt, ja, maar ik heb geen tijd om dingen over te doen. Dus het moet gewoon in één keer goed, zegt ze dan. En dat is denk ik de meeste trots, dat je gewoon die discipline en die drive hebt om dat te doen.